Deze guy gaat waarschijnlijk rennen en niet eens gaan. Niet eens fa. What the fuck doet hij? Hij pot letterlijk 3 keer. Oké. Okay. Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zit ik op een andere server, ik zit nu op My Man Club. Oké okay, mensen, dan ga ik jullie nu laten zien hoe je moet jitter klikken. Wat ik altijd vroeger deed is, ja toen ik nog een action muis had, ik speel nu gewoon met een Razer. Is gewoon zo met je vinger gewoon over het, alsof je aan het, de tafel zo aan het tikken bent en dan, ja, over je bureau heen. En dan dat steeds verder doen over je muis en dan jitter klik je. Wat ook kan is eerst gewoon met 2 vingers proberen als je 1 te lastig vindt. Maar ja, ik begon wel meteen met 1 en toen haalde ik al zo'n 10 cps. En als ik nu gewoon op mijn best jitter klik, gewoon 12. Het is gewoon over de tafel zo heen. En dan gewoon een beetje zo oefenen. Een beetje een soort... Ja, je arm gewoon lang maken en dan gewoon een beetje trillend over je muis heen gaan. En dan ga ik nu eventjes een match spelen. En dan leg ik alles wat verder uit. Oké okay, mensen, laat ik even queuen. Oké, okay, queue up. Oké, okay. Dan zet ik mijn muismat even hier neer. Zo. Oké, okay, we moeten tegen Paya 08. Er zijn ook helemaal niet zoveel mensen online. Oké, okay, zo. Oké. Okay. Let's go. Nou, zoals ik al zei, gewoon lekker zo. Oké. Okay. Ik hou redelijk wel... Oh. Hij brult in 1 keer weg. Maar zoals ik zei. En dan moet het goed komen. Oh. Deze guy gaat waarschijnlijk rennen en niet eens gaan... What the fuck doet hij? Nou ja, we zorgen ook gewoon dat je aim on point is, dat is het belangrijkste. En gewoon, deze guy is niet eens een legit leuk tegenstander. Het is gewoon... Nou ja, jongens, het gaat toch om op te klikken. Zorg ook gewoon, dat je CPS goed zit en dat... Oké, jongens, we gaan even een andere tegenstander zoeken, want die guy is echt gewoon... Even de question mark droppen, boys. Oké, okay, boys, we moeten nu tegen X-Freeze. Hopelijk is dat wel 320 ms. Oké, okay. Laten we kijken hoe erg het is. By the way, jongens, ik gebruik ook motion blur nu. Pretty nice. Oké, okay, deze guy vliegt, jongens. 300 ms. Ga naar US, please. Oké. Okay. Holy shit. Dus jongens, jullie zien mij nu gewoon een beetje hoe ik jitter klik in matches. Holy shit, what the fuck. Oké, okay. Deze guy vliegt en hij gaat ook nog aggro. Oké, boys. Gaan we dan. Fuck. Oké okay, jongens, we hebben rare tegenstanders vandaag. Ja, pop maar. En hij mispot ook nog. Nice. Oké, okay, het gaan geen spots meer en ik had nog 8. Oké. Okay. We droppen maar gewoon naar GG. Nou ja, wat ik dus vooral deed in die fight was gewoon, zoals ik ook zei, gewoon over de tafel zo heen, maar dan gewoon op mijn muis. En dan moet je gewoon kijken hoe ver je komt. Nou, ik kom nu op de 10-11 cps en wat gewoon ziek koude vingers. Je moet ook gewoon, ja, gewoon flink opgewarmd zijn om veel cps te halen. Oké, okay, eens even kijken of ik nog 1 match kan spelen. En dan doe ik daar gewoon even, ja, even een volle tryhard. Kijken of ik 11, 12 cps goed te halen valt. Als jullie ook een tutorial willen zien als ik aan butterfly klikken ben, drop dan ook zeker even een duimpje omhoog. Want ja, daar ben ik heel goed in, kijk maar. Alleen, dat doe ik maar niet op MyMap Club, want straks word ik nog geband. En dat zou heel zuur zijn. Oké.
deze fight winnen. Aim. Oké, okay, gaat gelijk op so far. Op 0 fast speed. Kan ik misschien zo een paar extra hits pakken. Ja. Ik wil deze fight winnen. Soms is het gewoon ook slim om aggro te spelen, want ja. Soms is je tegenstander eenmaal beter en dan moet je gewoon wel aggro. Oké. Okay. GG. Hij zegt ook, oh my god. Ja, ik had 20 pots en hij had ook 20. Oké, ging wel gelijk op. First guy, zegt hij. Oké, nou ja. Nou ja, dat was dus een beetje de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet zeker niet deze techniek toe te passen als je dat nog niet hebt gedaan. De meeste mensen weten wel hoe ze moeten jitter klikken, maar voor de mensen die dat nog niet weten. Ja, je moet gewoon je arm recht houden en een beetje spanning op je arm zetten. En gewoon heel hard eraan op klikken. En dan heb je, nou in dit geval heb ik 11, 12 cps. Hangt ook een beetje ervan wat voor muis je hebt. Ik had vroeger een action muis en die haalde niet hoger dan 8 cps. Als je echt gewoon keihard aan jitteren was. Ja, dat ligt ook dus best wel erg aan je muis. Dus stel je hebt echt een poepmuis. Dan ja, koop een nieuwe muis. En dan ja, dan hoop ik dat jullie hier wat aan hebben gehad. En drop ook zeker een like als je wilt dat ik een butterfly click tutorial doe. Die doe ik wel op Frusky Games, want anders dan word ik hierop geband. Op Frusky Games mag je butterfly klikken, het mag niet op elke server. Maar ja, let er ook gewoon goed op dat je niet butterfly klikt. Ja, als het niet op servers mag, want je kan er best wel snel voor geband worden. Maar ja. Anyway, vergeet zeker geen like te droppen, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie snel weer bij de volgende video. Later mensen. Back home to you.